Beste ZAP-vertegenwoordiger, misschien kunnen wij een vierde puntje zijn als ATP'ers, administratief en technisch personeel, jullie helpen de taken te verlichten als we natuurlijk het vertrouwen krijgen van het beleid. Want er is een nieuwe ploeg en dat is ook een nieuw beleid, hopen wij. En dat schept altijd verwachtingen. En het ATP heeft hoge verwachtingen. Zeer zeker als we de beleidsvisie lezen van de toen nog kandidaat-rector. Ik ben blij dat hij inspiratie heeft gevonden in de ATP-speeches van de afgelopen jaren. Het ATP wil niet enkel uitvoeren, maar ook meehelpen nadenken rond beleid, vanuit onze ervaring en expertise. Daarbij wordt terecht de vraag gesteld, als één vertegenwoordiger in de Academische Raad geen spijtige onderschatting is. Het is niet alleen een spijtige onderschatting. Het is een symbooldossier voor het nog altijd niet erkennen van ATP als gelijkwaardige partner. Dit is natuurlijk niet voldoende, want gelijkwaardigheid betekent niet alleen vertegenwoordigers hebben in een of andere raad. Het is een cultuur die we nog altijd niet goed onder de knie hebben aan onze universiteit. Er staat terecht in het beleidsprogramma dat bestuur nog altijd te vaak werkt vanuit een hiërarchische visie op het ATP en dat er moet gewerkt worden aan een inclusief beleid. Dit geldt niet enkel voor academici tegenover personeel, maar die top-down visie wordt door de hiërarchische structuur van de universiteit ook aangehouden binnen de ATP-geledingen zelf. Nog te vaak worden we niet gezien als medewerker, maar als onderwerker. Zoals Dirk Roofdhoofd het deze zomer beschreef toen hij het had over een personeelsconflict in het toneelhuis. Onderwerker, die term beschrijft perfect het gevoel dat ATP'ers vaak hebben aan onze universiteit. We voelen ons dikwijls geen deel van een team, geen medewerker. We worden te dikwijls niet betrokken in beslissingen en we hebben het gevoel dat er niet voldoende vertrouwen is in ons kunnen. Nochtans zijn betrokkenheid en vertrouwen een noodzakelijke voorwaarde om werknemers gemotiveerd te houden. Het hebben van inspraak zorgt er trouwens voor dat beslissingen ook gedragen worden door een hele ploeg en dat de medewerkers zich ook verantwoordelijk voelen voor de job die ze uitvoeren. Een inclusief beleid straalt niet alleen af op de verschillende geledingen binnen een universiteit, maar zal er ook voor zorgen dat we als medewerkers meer met elkaar begaan zijn en dat we niet enkel vanuit en binnenin ons eigen vakje denken. Nu wordt bij het administratief en technisch personeel nog te veel vanuit de structuren gedacht. Ieder focust te veel op haar zijn stukje in het geheel, zonder daarbij rekening te houden met de anderen in het geheel. Een inclusief beleid en werken als een team heeft nochtans veel te bieden. Samen weet je meer. Je kan creatiever zijn. En het laat ook toe kritisch samen na te denken over bepaalde opdrachten. Het zorgt ervoor dat je meer bereikt dan wat je als individu zou kunnen bereiken. Het heeft bovendien een grotere welbevinden in de job en het draagt bij tot collegialiteit. Mensen die een goed professioneel contact hebben met collega's weten beter wat er speelt in hun organisatie en ervaren meer steun bij het uitvoeren van hun taken. Wellicht zijn er diensten waar dit reeds werkt. Maar zoals je terecht in het beleidsprogramma aanhaalde, is de graad waarin dit gerealiseerd wordt vandaag nog te veel afhankelijk van wie precies diensthoofd, departementsvoorzitter, decaan of coördinator is. We kunnen nog steeds niet zeggen dat het universitair personeelsbeleid vertrouwd is met een inclusief beleid. Maar het stemt ons hoopvol dat we nu een rector hebben die in zijn beleidsprogramma als kandidaat-rector een pleidooi houdt voor een inclusief beleid en er het volgende over schreef. Een inclusief beleid ten aanzien van het ATP vraagt dat we ook inzetten op slimmer werken. Een slimmere organisatie van werk leidt tot meer welbevinden. Die slimmere organisatie kunnen we maar realiseren als iedereen, ongeacht tot welke geleding hij of zij behoort, mag meedenken over hoe, wanneer en met wie er gewerkt wordt. Werk slimmer organiseren houdt ook in dat het individu positief wordt gemotiveerd en dat de structuren er zijn voor de mensen en niet omgekeerd. Slim werk leidt tot betere resultaten dan hard werk en creëert een betere balans tussen het werk en de andere dingen die we belangrijk vinden.
We hopen dan in dat inclusief beleid met alle ATP-medewerkers samen kunnen helpen aan het realiseren van een universiteit als unieke plek waar er voor iedereen goed vertoeven is. En dit liever vandaag dan morgen.